Het Instituut voor Graduate Studies and Research, GRS, heeft vanmorgen een lezing georganiseerd vanuit de leerstoel Biotechnologie, in het bijzonder Bioprocestechnologie. De lezing vond plaats in het IGSR Staatsoliegebouw op het universiteitscomplex. De lezing hield verband met het optreden van Huang Longbing, citrus greening in Suriname en de gevolgen voor de citrusteelt. De inleider was Ferdinand Klas, analytisch virusepidemioloog. En Klas die heeft zich op het gebied van de citrusvirologie gebogen over ziektes zoals Citrus tristeza, Citrus exocortis en Cachessa. Klas geeft aan dat de Huang Longbing citrusziekte zich wereldwijd snel verspreidt, maar in Suriname nog onbekend is. De naam van de citrusziekte trok de aandacht van Klas en het voorkomen hiervan in Suriname werd diepgaand onderzocht. Klas heeft tijdens zijn presentatie het eerst gehad over de algemene symptomen, yellow shoot en try die back. Hier hebben we in Hongkong yellow shoot op mandarijnen. En ik moet er wel bij zeggen dat deze ziekte voornamelijk een ziekte is van mandarijnen, sinaasappel en grapefruit. En hier hebben we de typische yellow shoot disease, yellowing van de bladeren, de chlorose. De plant wordt helemaal, alle bladeren worden geel en je hebt opstaande bladeren. En dit is yellow shoot in Zuid-Afrika. Even kijken hoor. Ja, hier. De bladeren, vergeten bladeren. Klas zegt verder dat niet alle citrussoorten vatbaar zijn voor Huang Longbing, maar de verschillende symptomen zijn wel herkenbaar. Bij deze citrusziekte is het symptoom lopsided fruit herkenbaar. Dat betekent dat de ene kant van de vrucht, als je hem in de lengte longitudinaal doorsnijdt, dat de ene kant kleiner is dan de andere kant. Ja, de ene kant kleiner dan de andere kant. Dat zijn vier verschillende vruchten. En we zien hier de state columella, dit is de columella. En we zien die verbruining, zijn eigenlijk vaatbundels die daar lopen. En die vaatbundels die zijn aangetast en die moeten eigenlijk zorgen voor het transport van sappen en nutriënten naar de vrucht. En die zijn gedegenereerd, vandaar dat we ook van flowing degeneration praten. Die zijn gedegenereerd, die zijn gaan verbruinen. En dat betekent dat de sapstroom moeilijker verloopt. En dat betekent dat je bij Huang Longbing te maken gaat krijgen met voosfruit. Aldus Ferdinand Klas, analytisch virisch epidemioloog. Hij hield vanmorgen de lezing, het optreden van Huang Longbing, citrus greening in Suriname en de gevolgen voor de citrusteelt.